En in Lierop staat onze verslaggever Manon van Bergen. Manon, wat is daar nou precies aan de hand? En vanmorgen om 8:30 is hier bij dit varkensbedrijf in Lierop een grote controle gestart. Er zijn zo'n 40 medewerkers van zowel politie, de vreemdelingendienst, de gemeente, de provincie en ook het waterschap bij betrokken. En het feit dat al die verschillende instanties hier zijn, betekent dat het bedrijf van meerdere strafbare feiten wordt verdacht. Strafbare feiten in de zin van niet naleven van de milieuvoorschriften. Dus op dit moment wordt er bijvoorbeeld door de waterschappen gecontroleerd op het oppervlaktewater. De Algemene Inspectiedienst houdt zich bezig met het dierenwelzijn. En zo heeft elke instantie eigenlijk zijn eigen specialiteit waar die op dit moment op let. Ja, Manon, en hoe komen al die instanties eigenlijk erbij om nu dit bedrijf binnen te vallen? Nou, dat komt omdat dit bedrijf al langer in de gaten wordt gehouden. Er zijn hier vaker controles geweest. Uit die controles is gebleken dat het bedrijf zich niet aan de regels hield. De eigenaar kreeg daarvoor al meerdere dwangsommen opgelegd van de provincie van in totaal 9 miljoen euro. Ja, en zijn er al mensen opgepakt? Ja, er zijn twee mensen opgepakt. Twee mannen uit Lierop. Een van 66 en een van 39 jaar. En dat zijn dus ook de eigenaren van het bedrijf. Oké, Manon van Bergen en Lierop, dankjewel voor nu en later natuurlijk meer hierover.